S is dus even foto's aan het maken. Met een bekende voetballer van AZ. Ze hebben een mooi muurtje uitgekozen. Ik ben niet zo heel goed in filmen. Ik ga toch even... Oh, auw, kut. Stapje. Hier staan ze hoor. Dus ik ben aan het vloggen. Vloggen? Moet je weer in de vloggen, schat? Hé? Ben je vloggen? Ja, ik doe een poging tot vloggen. Vlog verdomme. Gaat het goed? Heel goed. Het is een beetje koud wel. Ja, het is stervenskoud. Ja. Kleuter fotograaf gaat er nou in de schaduw staan. Oh, maar in... Nee, jij bent er! En in de rollen. Zijn je in de schijn? Nog net niet. Nee. Ja. Jij zou daar staan, kun jij hier zo erachter, dan fotografeer ik dit. Dus dan heb je geen, maakt niet zo heel veel uit, maar dan heb je wel een mooi... Yes, alright. Ik heb gewoon een loopneus, joh. Hou hem tegen. Als je ietsje draaien hebt. Deze? Ja, zo ja. Ja, doe je handen maar even in je... Heel goed. Sta ik even hier, ja? Ja, sta even daar. Even zien. Staat, heb je je dingen in de schijt gezet? Ik heb ook een schijt aan. Have nothing. If you should go away. Kijk, zo is het wel oké. Ik merk alleen dat als ik harder zing, dat hij niet meer geeft. I saw your new love. Wat een lekker weer, man. Echt, hè? Lekker bruggetje open. Goed hoor. Ik vind het heerlijk. Ik ook. Oh. Nee, man. 17 graden. Met tijd ook, hoor. Als je dat ding nou eens even weglegt en mij eens even wat te water geeft, vrouw. Dat is echt een hele vieze. Deze Ricola Drop Mint. Die vind ik heel lekker. Gadverdamme zeg. Waar is de ouderwetse Ricola met suiker, die gele? Ricola! Ja, die hebben ze nu alleen nog maar. Almar had die ook met citroensmaak. Gadverdamme, die zijn ook gewoon. Ja. Nee, ik vind deze wel te doen hoor. Nee, wauw. Oké, we zullen het even navragen. Jongens, waar is de originele Ricola gebleven? In een zakje met een papiertje. Ja, die zat er gewoon in zo'n toffivee dingetje. Ja, en dan zat er nog een wit papiertje rond. Beetje overdreven, maar... We willen de gewone. Ja, ik vind deze heel lekker, maar Ben wil de gewone terug. Deze mensen doen dit elke dag. Dat is minder erg. We zaten midden in de lunch. Hoe heet het gebouw? AKN gebouw. Ja. Waar heel... publieke omroep... aan het werk is en wij dachten we eten even een broodje, maar we waren hier dus precies om 12 uur. Iedereen ging eten. Als een soort ja, het was intens. Ik vond het ook intens. Ik denk dat wij hier te autistisch voor zijn, schat. Ja. Het is apart. Nee, niet meer. We vinken hem af, hè? Mooier mee te maken. Wat we gaan doen? We gaan naar Tineke de Nooi. U kent er ook wel van? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Een lieve vrouw is dat. Is Radio 5, hè? Ja. Ik vind het leuk. Ik ook.
Oké, okay, nou. Doe maar. Ik denk het ook. Wat zijn jullie aan het doen? We zijn de big band stands aan het bestellen. En niet dat we een big band hebben, maar we hebben wel blazers deze tour. En, welke tour? Nou, niet deze tour. Ik leg het weer verkeerd uit. We gaan festivals doen deze zomer. En toen dachten we van... ik neem gewoon blazers mee. Waarom ook niet? Ik heb nog een oude vriend, Fred. En die had ik een keer beloofd, als we nou goed gaan, Fred. En we gaan eindelijk weer eens wat spelen. En veel. En er is ruimte voor blazers. Dan neem ik je mee. Nou, dat was nu. Fred van Straten. Fred van Straten. Aristo. Hij zit bij Jinek. Het is die meneer met die omhoog trompet. Dus nu hebben we het design. Dat ga je nog niet laten zien. Jawel. Wel, toch? Dit komt dan op dat... Ja, hoe noem je dat? Op het schotje. Op het schotje. Oké. Okay. Lekker bezig, jongens. Nou ja, als je toch hier zit. We hebben nu al gewoon in deze kleedkamer, die overigens een vleugje naar kattenpis ruikt. hebben we toch een beetje echt gewoon het hele festival zo er doorheen gerost. Ja, nee, ja. Schotjes, setlist. Ook nog eens de tour voor volgend jaar. Allerlei voorwerk inderdaad, biootjes, fotootjes. Running with my boots on? Ja, ging ik even, dat ging natuurlijk. Running with my boots on.